Verdorie, hier ook al niet. Waar kan dat boek nou zijn? Juffrouw Poets, aan de kant, ik moet erdoor. Ja, paparazzen, kind, van waar die haast? Ik moet naar de grote auditie van Dirigent. Kijk, hier staat het. Ik word beroemd. Piet, hoe lang gaat het nog duren? Wat, Paul en Piet? Voordat de pepernotenmachine gaat werken. We hebben hem echt nodig, want ik moet echt nog... Ja, ik weet het. Misschien wel honderden. Duizenden kilo's pepernoten bakken. Nou, ga je gang. Wat nu? Ja, ik heb een computer ingebouwd. Je hoeft alleen maar in te toetsen hoeveel pepernoten je wilt hebben en ze komen eruit rond. En als hij het straks nu weer niet doet? Want ik moet echt die machine hebben. Kijk, ik toets hierin. Gaat werken. En als het goed is. Oh, echt magazijn, Piet. Ze zijn heerlijk. Wat zeg ik, verrukkelijk! Ik ook niet. Het ene moment zit hij hier tussen alle verlanglijstjes en het andere moment is hij nergens meer te bekennen. Het is maar goed dat die regelpie nog niet tegengekomen is. Ja, als dat zo was, dan was hij al gelijk terug naar Spanje gestuurd. Misschien is hij er wel al. Zou het zo zijn, ja? Het zou zomaar kunnen. Wat moet hij anders hier doen? Nou, simpel. Kleine Piet wil een grote Piet worden en hij denkt dat in Nederland kan. Nee, ik denk dat hij ondertussen al heeft begrepen dat hij hier in Nederland niks te zoeken heeft. Ik zou het wel weten hoor. Lekker terug naar Spanje. Op het strand, met een pepernotenpaella, een wortelcocktailtje. Oh, lekker. Nou, je het zo zegt. Hé, kom. Ik heb honger. Oh. Ik weet toch niet waar het heen moet? Ik weet niet wat. Regelpiet, laat het nou los. Laat het nou los. Het is het grote pietenboek wat kwijt is. Ja, dan gebruiken we toch een tijdelijk groot pietenboek, totdat we de echte hebben gevonden. Ja, binnen. Sorry. Paparazzo Piet, wat doe je hier nou? Dit zijn de audities voor de zangpieten. Oh, dan ben ik aan het juiste adres. Aan het juiste... Kun jij zingen dan? Och, dirigent Piet, je moest eens weten wat ik allemaal kan. Nou, mag ik beginnen? Welk lied moet ik zingen? Nou, aan jou de keuze, paparazzo. Dan kies ik... of nee, toch liever... Paparazzo? Maar als ik echt wil... Oké, ik begin dan. De zak van Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, is baas. Is stop bij, in. De hele wereld in. Bedankt. De zak van Sinterklaas. Wat een rat, Piet. De zak van Sinterklaas. Maar ik ben nog niet klaar. Nee, we hebben genoeg gehoord. En wat? Ben ik het geworden? Je hoort nog van ons. Volgende. Klinkt echt nergens naar. Nee, laat Paul even Piet het zingen maar aan dirigent betover. Kan hij zelf eens een pot in de pannen blijven roeren. Zullen we vragen of hij een lekker kippetje opbakken? Nee. Een lekker tomatensoepie? Nee. Met balletjes? Nee,
Als we erom vragen, krijgen we toch te horen dat hij te druk heeft. Oh, je bedoelt... Dat we lekker zelf om eten gaan zoeken, ja. Die wil ik er zeker bij hebben. Ja, zij had echt de P-factor. De wat? De P-factor. Dat ze het helemaal heeft. Dat ze wat heeft? Het. Ja, dat ze het heeft. Oh, ja, sorry. Hij ook trouwens. Ja, ja, maar hij dan totaal weer niet, hè? Nee. Nee, leuk geprobeerd, maar niet helemaal wat we zoeken. Nou, deze pakjespiet, die kon wel heel mooi zingen. Die kon zo mooi zingen als een... als wat eigenlijk. Als een gouden pepernoot. Ja, precies. Als een gouden pepernoot. Ja, dat was het. Ja, en Paparazzo Piet. Ja, beste jongen hoor. Maar zingen, ik weet het niet. Paparazzo Piet heeft wel andere kwaliteiten. Nou, ja. Vindt hij zelf. Hey, maar wacht eens even. We hebben er nu 3. Nou, voor een echt goed optreden voor Sinterklaas hebben we toch echt 4 pieten nodig. Hallo. Ja, sorry dat ik zo laat ben, maar zal ik misschien ook nog een liedje mogen zingen? Juffrouw Poets, dit is een auditie voor Zwarte Pieten. Ja, daar kun je wel een Zwarte Pietenmuts op zetten. Maar dat maakt je nog geen Zwarte Piet, Juffrouw Poets. Ach, alsjeblieft, mag ik 1 liedje zingen? Ja, als u het zo graag wilt, dan gaat u gang. Ja. Zie de maan schijnt door de bomen, makker staat u wild geraas. Heerlijk avondje is gekomen, het avondje van Sinterklaas. Vol verwachting klopt ons hart, wie de koek krijgt, wie de gaat. Vol verwachting klopt ons hart, wie de koek krijgt, wie de gaat. Hey, Pollen Piet. Hey, Magazijn Piet. En? En wat? En, hoe is het gegaan? Oh, wat aardig dat je dat vraagt. Nou, ik had natuurlijk een allermooist lied uitgekozen. En volgens mij heb ik ook flink mijn best gedaan bij de uitvoering. Ik denk dat ik best indruk gemaakt heb op dirigent en Regel Piet. Heb je het daarover? Waar heb jij het dan over? Over de pepernotenmachine. Doet hij het dan wel? Ik zou het niet weten. Ah, hij heeft het uitstekend gedaan. Dat kan ik niet anders als ik iets bedenk. Hoeveel had je er ook alweer in getoetst? 20, hoezo? Hoeveel zijn dat er? Ah, ja. Het zijn er iets minder. Sorry, Paul Lepel, ik moet toch nog even... Bravo, bravo. Ja, echt fantastisch. Inderdaad, heel mooi gezongen, juffrouw Poets. Ja. Ja, dirigent Piet. Juffrouw Poets is geen Zwarte Piet. Hè? En we kunnen lang wachten, maar een Zwarte Piet is een Zwarte Piet. En juffrouw Poets, dat is dat niet. Ja, maar Regel, ik heb nog 1 zangpiet nodig voor het optreden van Sinterklaas. En juffrouw Poets is de perfecte aanvulling daarvoor.
Ja, dat geloof ik graag, maar regels zijn regels, dirigent Piet. Alsjeblieft, regel Piet. Ze hoeft geen cadeaus in te pakken. Ze hoeft de daak niet op. Ze hoeft zelfs geen pepernoten te bakken. Het enige wat ik vraag is of ze de Pieten mag oversteken. Nou ja, ja, vooruit dan maar. Ja, dames, op één voorwaarde. Als Sinterklaas of de hoofdpiet hier hoofden van krijgt, dan is ja, het... Ja, 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 dan is dat mijn schuld. Oh, juffrouw Poetsregel, dit gaat helemaal goed komen. Regel, dirigent Piet. Ja, puber Piet, jij kan toch helemaal niet zingen? Ik kom net van hem. Ja, dat maakt me niet uit, want je kan helemaal niet zingen. Nee, daar kom ik ook niet. Ja, ik heb jou vaak genoeg gehoord onder de douche, maar ik dat kom niet om te zingen. Wat kom je dan doen? De verlanglijsten zijn gekregen.